Ik ben Marlies. Ik ben Martin. Wij werken op de afdeling genetica en wij willen dat DNA-onderzoek laagdrempelig wordt voor alle families met een erfelijke hartziekte. Elk jaar horen een paar honderd patiënten in Nederland dat ze een erfelijke hartziekte hebben. Hun hart pompt minder goed en vaak zijn er ook hartritmestoornissen. De klachten wisselen sterk, van milde kortademigheid tot ernstig hartfalen of plotseling overlijden. Stel dat iemand in jouw familie zo'n erfelijke hartziekte heeft en er 50% kans is dat jij de ziekte geërfd hebt. Zou je dat willen weten? Voor veel mensen is dit een moeilijke keuze. Toch melden maar 4 van de 10 familieleden zich voor advies over een DNA-test. Dat vinden wij veel te weinig, want vroeg opsporen en behandelen redt levens. En helaas zijn er veel misverstanden waarom familieleden geen advies vragen. Bijvoorbeeld over DNA-testen en verzekeringen. En dat willen wij veranderen. Daarom hebben wij met ons team van experts, samen met patiënten, familieleden en zorgverleners, de DNA-poli ontwikkeld. En dat is een gepersonaliseerd online platform waar de patiënt de familieleden kan informeren. En daarna kan een familielid er laagdrempelig informatie ophalen over de hartziekte, de erfelijkheid en het nut van een DNA-test. Ook wordt de gezondheid in kaart gebracht en kan er een kort gesprek plaatsvinden met een zorgverlener. En zo kan een familielid een weloverwogen keuze maken over een DNA-test. Op deze wijze vermindert de DNA-poli gezondheidsrisico's en worden zorgverleners ontlast. De DNA-poli wordt sinds kort in de praktijk getest en de eerste reacties zijn zeer positief. Wij willen de DNA-poli graag beschikbaar maken voor alle families met een erfelijke hartziekte in Nederland. En daarom hebben wij uw steun meer dan nodig. Want elke familie telt.